Hoe kun je ervoor zorgen dat de NSA je e-mail niet kan lezen? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, u heeft misschien wel gehoord dat quantumcomputers die kunnen veel van de cryptografie die gebruikt wordt heden ten dagen breken. Maar nu is het ook zo dat quantumcomputers kunnen gebruikt worden om onbreekbare beveiligingen te maken. Maar eerst wil ik even teruggaan naar de allereerste keren dat er beveiligd werd. En beveiliging is eigenlijk al zo oud als de weg naar Rome. Eigenlijk nog iets ouder. In de 5e eeuw voor Christus werd er al gebruik gemaakt van beveiligingen. En een voorbeeld is hier, wat u hier ziet, de Scitale. Dat is een stuk hout. En hier is een voorbeeld ervan, waar een stuk papier is omheen gewikkeld is. En als je dan op dat stuk papier iets schrijft, in dit geval heeft de Universiteit van Nederland er Einstein opgeschreven. Doelen ze mij mee? Nou ja. En als je dat er dan afhaalt, dan ziet het eruit, als je dat verstuurt, als een onleesbare boodschap. Maar als de ontvanger weet dat je het op deze manier geprepareerd heeft, en die heeft ook een stuk hout van dezelfde omvang, dan kan die het er weer omheen rollen. En als je dat doet, dan wordt Einstein weer leesbaar. Terwijl als het eraf is, dan is het echt onleesbaar. Maar het is niet echt veilig, want je kunt het, als je weet hoe het zit, het gewoon kraken. Het idee van cryptografie is dus het volgende. En je hebt, en dat is ons vakgebied, heette de sender en de ontvanger, die heten meestal Alice en Bob. Dat is veel korter en dat klinkt ook veel leuker. En Alice en Bob, die willen elkaar een boodschap sturen. Dat is altijd wat ze willen. En ze hebben een sleutel. Ze hebben allebei dezelfde sleutel, die kennen ze. Dus Alice heeft de sleutel en Bob heeft de sleutel. En dat is dezelfde sleutel. En als Alice nu een boodschap wil sturen, dan stopt ze hem in een schatkistje. Ze schrijft het erop. Ze sluit dat schatkistje af met die sleutel. En Bob heeft dezelfde sleutel. Ze sluit dat af en ze verstuurt dat naar Bob. En als er dan iemand is die dat kistje onderschept, dan kan hij het niet openmaken. Want het is per slot van rekening afgesloten en de enige sleutel die dat openmaakt, die hebben Alice en Bob. En bij Bob aangekomen, Bob kan het dan openmaken, want die heeft per slot van rekening ook de sleutel. En de boodschap kan gelezen worden door Bob. En wat was het? Het was de Universiteit van Nederland. Dat vond Bob niet echt heel erg interessant, maar het is wel wat hij krijgt. Goed, dat is het principe van cryptografie. Cryptos, geheim, grafijn schrijven, geheim schrijven. En natuurlijk heb ik dat hier nu uitgebeeld met sleutels en schatkistjes. Maar we willen dat die sleutels en die schatkistjes vervangen door het door elkaar husselen van de tekst. Op zo'n danige manier dat als die onderschept wordt, de onderschepper niet weet wat het is. Maar Bob, die dezelfde sleutel als Alice heeft, het weer terug kan husselen en kan lezen wat de boodschap is. En dat principe is iets wat je door de eeuwen heen ziet. Je hebt aan de ene kant de mensen die de codes maken. Dat zijn de cryptografen. En aan de andere kant heb je de mensen die de codes proberen te breken. Dat zijn de cryptoanalisten. En er is een wedloop tussen die twee. Aan de ene, je wil steeds ingewikkeldere codes maken. En je krijgt steeds slimmere mensen die gaan breken. En dat hebben we door de eeuwen heen gezien. Zo was er bijvoorbeeld in 1523 een ingewikkeldere manier bedacht. En die versleuteling die werd bedacht door een meneer die heette Visionair. Het heette Visionair versleuteling. Dat is in 1523. En het was 300 jaar veilig om deze versleuteling te gebruiken. Men wist niet hoe ze moest breken. Maar in 1854 was het Charles Babbage.
die dat wel wist. Die wist hoe die versleuteling moest breken. En trouwens, deze Babbage was wel een interessante figuur. Want hij werkte ook als een informaticus-hobbyist. Avant la lettre. Hij werkte aan computers. En hij had een prototype computer gebouwd. Maar dat werkte niet helemaal. En toen wilde hij een tweede versie daarvan bouwen. En toen kreeg hij geen subsidie meer van de Britse regering. En stelt u eens voor, als hij die wel had gehad, dan hadden wij misschien wel 100 jaar eerder al computers gehad. En zo ziet u het belang van fundamenteel wetenschap en subsidie daarvoor. We gaan weer een stukje verder en we komen richting Tweede Wereldoorlog, ietsje daarvoor. En toen was er nog een andere, nog ingewikkelder versleuteling bekend, de Enigma-machine. En hier ziet u een heel mooi exemplaar, echt exemplaar. Ze zijn vrij kostbaar. Gelukkig hebben we er één op het CWI en die mocht ik meenemen. Daar ziet u hier één van. En dat was nog een ingewikkeldere manier van versleutelen. Het werkt met rotoren die je in een bepaalde beginsituatie moet zetten. Die is geheim. Die weet alleen Alice en Bob. En dan kan je erop tikken. En dan worden de letters door elkaar gehusseld volgens een ingenieus systeem. En vervolgens komt er de boodschap uit. En aan de andere kant staat weer zo'n apparaat. En je weet hoe je die rotoren moet zetten. En je typt die boodschap, die door elkaar gehusselde boodschap in. En je kunt lezen wat er verstuurd moest worden. En het waren trouwens de Polen die als eerste wisten hoe ze die Enigma moesten breken. En vlak voor het begin van de oorlog voelden ze nattigheid. En ze waren een van de eerste landen die inderdaad aangevallen werden door de Duitsers. En zij vertelden al hun geheimen hoe ze die Enigma konden breken. Dat gaven ze door aan de Britse inlichtingendienst. En toen brak de oorlog uit en de Duitsers bezetten Europa. En ze gebruikten die Enigma om bijvoorbeeld onderzeeërs konden op die manier doorgeven op wat voor plek ze zich bevonden. En daar werden die Enigma voor gebruikt. Dus die waren echt in gebruik en de Duitsers die vertrouwden erop dat die Enigma tot veilige communicatie leidde. Nu was het zo dat in Engeland leefde Turing. En die had daar een team van mensen waarmee die Enigma wist te breken. Het team waarmee die werkte, dat heette Project Ultra. En zij konden maar heel hard werken. En had ook een kleine soort computer al gebouwd om die Enigma te breken. Konden ze die Duitse gegevens die voor de militairen bestemd waren, konden gebroken worden. En nu is het volgende verhaal illustratief voor wat voor problematiek dat oplevert. Want zij onderschepten op een goede dag dat over een aantal dagen Coventry gebombardeerd zou worden. En Churchill stond nu voor een immens dilemma. Moest hij de mensen in Coventry vertellen dat ze gebombardeerd zouden worden, zodat ze ergens anders naartoe zouden kunnen gaan en niet dood zouden gaan? Of, en als hij dat zou doen, dan wisten die Duitsers dat ze wisten hoe ze die Enigma gebroken hadden en dat ze die Enigma konden breken. Of moest hij gewoon net doen of zijn neus bloedde, het geheim niet prijsgeven dat hij wist hoe die Enigma gekraakt werd en die mensen dood laten gaan. En hij koos voor het laatste. Want het was zo belangrijk om die Duitse gegevens te kunnen decoderen. Dat was belangrijker dan die 1000 mensen die omkwamen tijdens dat bombardement in Coventry. In ieder geval is het duidelijk dat het breken van die code, van die Enigma door Turing, heel erg belangrijk is geweest bij het beëindigen van de oorlog. Nu ga ik eigenlijk een stapje terug naar het begin van de 1900. Er waren twee mensen, meneer Vernon en meneer Frank Miller, en die bedachten een code die absoluut onbreekbaar was. Hij heet ook wel de one-time pad. En hoe dat werkte wil ik u uitleggen. Stel dat je een plaatje wil coderen. En dus stel dat ik een plaatje heb en dat bestaat uit pixels die zijn zwart en die zijn wit. En dan gaan we iedere pixel die gaan we coderen in 4 pixels. En hier heeft u een voorbeeld ervan. Hier zijn 4 pixels met de diagonaal schuin. Of ik kan het ook coderen met de diagonaal de andere kant op. En als ik een zwarte pixel heb,
Als ik er twee over elkaar leg die complementair zijn, dan krijg je een heel zwart vierkantje. En als ik een witte pixel heb en ik leg er twee over elkaar die hetzelfde richting hebben, dan krijg je een grijze pixel, zou je kunnen zeggen. Dus zwart wordt zwart en wit wordt grijs. En wat Alice en Bob nou doen, is ze maken eerst een geheime sleutel door willekeurig van dit soort patroontjes te kiezen. Deze kant op of de andere kant op. Deze kant op of de andere kant op. En als ze een hele rits van die dingen afgesproken hebben, dan gebruiken ze dat principe wat ik net beschreef. Als ze een witte pixel willen coderen, dan nemen ze dezelfde. En als ze een zwarte pixel willen coderen, dan nemen ze de tegenovergestelde. En als je dat doet met het volgende plaatje, dat was de sleutel. Dan is dit de. Dan zien we hier de twee elementen. Dit is de sleutel. Deze bovenste hier. Random de ene kant op of de andere kant op. En de onderste is het plaatje wat we erop wilden coderen. Dus Bob, die heeft deze bovenste heeft hij ook. Dat is de geheime sleutel die ze hebben. En die onderste hier, dat is de boodschap. En als je ze nou op elkaar legt. Hopelijk werkt dat. Dan ziet u. Ja. Bob heeft weer de Universiteit van Nederland gekregen. Maar het mooie van dit is dat je kunt bewijzen dat als die sleutel geheim is, dan is die versleutelde boodschap, die bevat geen enkele informatie over het plaatje wat je wilt versturen. Dus als die onderschept wordt, dan heb je er helemaal niets aan. Het is gewoon absoluut random. Je hebt echt beide delen nodig om de boodschap te kunnen lezen. Dus dat is wel heel erg mooi. Maar er kleven twee problemen aan. Het eerste probleem is dat je kunt die sleutel, als die geheim is, kun je maar één keer gebruiken. En als je hem een tweede keer gebruikt, dan is hij niet meer veilig. Dus je moet iedere keer een nieuwe sleutel maken. En het tweede probleem is dat de sleutel, dat heeft u gezien, is net zo lang als de boodschap zelf. Je kunt dus niet de sleutel gebruiken om een langere sleutel te maken. Je kunt hem één keer gebruiken en dan moet hij weg. Hoe gaat nu die kwantumcomputer helpen om onbreekbare codes te maken? En een kwantumcomputer is een computer die maakt gebruik van qubits. Dat zijn bits die zijn in superpositie van een 0 en een 1 tegelijkertijd. En als je ze bekijkt, als je ze meet, dan verstoor je ze en dan zie je een 0 of een 1 met een bepaalde kans. Maar belangrijk is hier dat je ze verstoort. Als je ze probeert te lezen, als je de informatie uit gaat probeert te halen, dan maak je ze kapot. En dat is het idee van quantum cryptografie, wat ontdekt werd door Gilles Brassard en Charlie Bennett, over zeer actief nog in het vakgebied, collega's van mij. En die hadden het lumineuze idee om die one-time pad te gebruiken samen met die qubits. En wat is nou het idee? Zij maakten een protocol waarbij je qubits heen en weer stuurt om in eerste instantie zo'n sleutel te maken. Dus in eerste instantie om alleen maar dat eerste gedeelte van die one-time pad te fabriceren. En omdat ze qubits heen en weer stuurden, als er iemand in het midden afluistert, dan moet hij die qubits verstoren. Want dat zegt de kwantummechanica, als je ze bekijkt, maak je ze stuk. En dus als er een afluisteraar is, dan moet hij de boodschap verstoren. En dat kan gedetecteerd worden door Alice en Bob. Althans, als je het protocol van Bennett en Brassard gebruikt. En dus weten Alice en Bob of er iemand afgeluisterd heeft. En als er iemand afgeluisterd heeft, dan doen ze het gewoon opnieuw. Dan proberen ze het opnieuw. En als er niemand afgeluisterd heeft, dan weten ze dat ze zeker een veilige sleutel hebben. En dan kunnen ze het tweede gedeelte gebruiken van die one-time pad om absoluut veilig boodschap over te sturen.
En het klinkt een beetje als science fiction, maar dat is het niet. Want dit bestaat al echt. Tijdens het WK in 2010 in Afrika werd er gebruik gemaakt van deze kwantumcryptografie. Je kunt het gewoon al op de markt kopen. En wat er precies verteld is door die cryptografische machine daar, dat weet ik niet. Want het was echt helemaal geheim. Qubits kunnen dus gebruikt worden om absoluut veilige cryptografie te maken. Maar wat kun je nog meer met qubits doen? Dat hoort u in het volgende college.